Yes guys, welkom weer bij een goed nieuwe video. Dit is ook de laatste video omtrent stoïcisme die ik voor een tijdje maak. Afgelopen tijd heb ik meerdere video's voor je opgenomen. Ik heb bijna weer 60 video's uiteindelijk opgenomen, wat best wel een milestone is al. En ik merk dat ik me daarin alweer iets verbeter ten opzichte van de content die ik graag voor jullie guys wil maken. Ik heb deze dus nog en nog eentje die ik voor je ga lanceren. En daarna gaan we weer terug fully focus op Shopify, dropshipping en op geld verdienen. Dus laten we erin duiken met Epictetus' 10 meest impactvolle gedachtes. It is the nature of the wise to resist pleasures, but the foolish to be a slave to them. Het is de natuur van de wijze man om ja, plezier eigenlijk te weerstaan, maar van de domme man om een slaaf te zijn aan het plezier. Nou, wat voor plezier hebben we bijvoorbeeld vrouwen, fastfood, instant gratification dingen. Dat heeft mij heel erg geholpen en dat doe ik in bewust altijd langer, want ik weet van, hey, ik heb maar één lichaam en ik moet goed voor mijn lichaam zorgen. En deze vind ik ook echt super tof. How long are you going to wait before you demand the best for yourself? Dit is een quote die ja, mij heel erg pakte. Dus hoe lang ga je eigenlijk wachten totdat je eigenlijk het beste voor jezelf gaat eisen in dit leven? Ik zit hier namelijk nu ook op Bali en ik zit ook te denken van, hey, waarom zit ik überhaupt nog in Nederland? Waarom zit ik daar af en toe? Is dat gewoon in mijn eigen comfortzone? Dus daarom heb ik ook besloten om ja, volgend jaar hier misschien wel 6 maanden te gaan zitten. Of in een ander land permanent. Want wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? En ik heb hier zo'n veel hoger gelukkigheidsgevoel dan in Nederland. Dus ja, waarom zou ik het niet doen? Oké. A wise man does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. Dus een wijze man is niet teleurgesteld over de dingen die hij niet heeft in het leven, maar is blij voor de dingen die hij wel heeft. Dus wees altijd dankbaar met wat je hebt, dus deze boodschap, ten opzichte van altijd zoeken naar het nieuwe. Want dan blijf je eigenlijk in een soort rat race. You cannot hope to make progress in areas where you have taken no action. Je kan niet hopen op progressies in gebieden in het leven waar je geen actie hebt ondernomen. Dus je kan geen fitte lichaam krijgen als je niks verandert aan je dieet dan aan je training. Of aan je rust. Je kan niet hopen dat je meer geld verdient als je geen actie onderneemt door meer producten te testen voor je dropship store bijvoorbeeld. Zo werkt de wereld niet. Freedom is not achieved by a satisfying desire, but by eliminating it. Vrijheid is niet gemaakt door ja, het voldoen van je verlangens, maar door het verwijderen van deze. Dus heel veel mensen leven dus met hun verlangens, dus elk weekend een biertje doen, elke dag sigaretten roken, etc. Dat zijn dingen die je lust. Dat zijn je lusten in dit geval. Je moet deze juist gaan verwijderen. En dan kan je pas echt vrij zijn. En daarom doe ik ook geen drugs en alcohol bijvoorbeeld. Omdat ik ja, geen behoefte heb aan dat soort dingen. Niet meer. Do not sabotage yourself by unwittingly adopting negative, unproductive attitudes to your associations with others. Saboteer jezelf niet door negatieve, onproductieve houdingen te hebben met je associaties met anderen. We hebben allemaal vooroordelen en ja, je denkt altijd van, hey, hoe ziet die eruit of wat zegt die raar of et cetera. Er kunnen van allerlei dingen zijn, maar ja, ik neem het dus ook voor om zo min mogelijk negatieve dingen te zeggen op een dag. Ik merk dat ik dat nog steeds wel af en toe te veel doe ten opzichte van wat het zou moeten zijn. Maar dat is voor mij ook weer een leercurve en ik heb hier allemaal e-com ondernemers om me heen die mij accountable houden als ik een keer bullshit praat. Want ja, je saboteert uiteindelijk eigenlijk jezelf in je business, maar ook in je privéleven. Do not spoil what you have by desiring what you have not. Remember that what you now have was once amongst the things you only hoped for. Oké, dus verpest niet wat je hebt door iets te willen wat je niet hebt. Dus ja, herinner je dat wat je niet hebt en dat wat je nu hebt eerst iets was waar je alleen maar van kon hopen. Ik kon alleen maar hopen dat ik nu op Bali zat. Hopen dat ik 10k plus per maand verdiende. In mijn mind was dat een aantal jaren terug echt helemaal onmogelijk. Maar nu weet ik dat niet de sky is the limit, maar de mind is the limit. En hoe krijg ik mijn mind nu weer hoger om weer naar het next level te gaan? En daar ben ik heel erg mee bezig. The essence of philosophy is that a man should so live that his happiness shall depend as little as possible on external things. Dus de essentie van filosofie is dat een man zo moet leven dat geluk niet afhankelijk is van externe dingen. Van een auto, van een scooter, van een Rolex, van een mooie plek waar je woont. Dat is helemaal niet belangrijk in het leven.
you become what you give your attention to. If you do not choose what thoughts and image you expose yourself to, someone else will. Je wordt waar je aandacht aan geeft. Als je niet kiest wat je gedachten zijn en waar je jezelf naar exposed, dan gaat iemand anders jouw gedachten maken. Dus iemand anders zal dingen zeggen en die pompt dus die gedachten zo in jouw hoofd. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ja, dit vind ik echt toppen. Dus het maakt niet uit wat er gebeurt, maar het maakt eruit hoe je daarmee omgaat. En ja, het leven is puur hoe jij erop reageert, niet wat er gebeurt vaak. En ik hoop dat je daar heel veel aan hebt gehad. Ik heb nu 10 quotes met je doorgenomen. Ik ga nog 1 laatste video zo voor je opnemen en dan is deze reeks ook weer voorbij. Laat even een like achter als je dit een super waardevolle video vindt. Volg me op Instagram, Paul van Sprundel. En ik check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.